Rosely en vandaag jullie weer een nieuwe video. En in deze video ga ik mijn make-up uitzoeken. Dat hebben jullie vast wel gezien in de thumbnail of in de titel. Maar ik ga dus dat doen vandaag omdat er best wel veel frutsels in mijn make-up stash zaten. Die ik eigenlijk nooit meer gebruikte. Dus daarom dacht ik, het is hoog tijd om dit nu uit te gaan zoeken. Dus als je benieuwd naar bent, vergeet gewoon geen bedrijf omhoog doen en te abonneren bovenin. En dan gaan we gewoon snel beginnen, want ik heb best wel veel uit te zoeken. En er gaat ook best wel veel weg. Kleine disclaimer trouwens nog. Ik ga niets weggeven aan jullie die nu kijken van mijn make-up die ik weg ga doen. Ik ga dat geven aan vriendinnen of aan mijn moeder. Dat vind ik hygiënischer. En lipproducten en zo, dat geef ik sowieso niet weg. Dat is helemaal niet lekker. Dus in ieder geval, dat wil ik even gezegd hebben. En dan gaan we nu beginnen met deze video. En let's go! Dit is dus mijn make-up laad en ik hoop dat je het allemaal goed ziet. Dit is mijn everyday bakje. Nou, alles spreekt zelf voor zich. Dus mijn lipgloss, eyeliners, mascara's en zo. Bronzers en highlighters en blushes. En dit zijn allemaal lipsticks en nou in vaste vorm, zeg maar, in plaats van vloeibaar. En ik ga nu eerst beginnen met mijn everyday bakje. Dus ik ga alles op de grond neerleggen en dan ga ik kijken wat er nog wel in moet en wat er niet meer in hoeft. Dit is wat allemaal in mijn everyday bakje zat. En de meeste dingen zijn denk ik toch wel allemaal prima en alles nog wel oké. Dus ik ga even kijken wat er misschien over de datum is. Bijvoorbeeld dit heb ik nieuw. En hier ben ik echt super blij mee. Dus die gaat sowieso hier in het everyday bakje. Omdat die dan echt gewoon super goed is samen in combinatie met die Hoola bronzer. Dus dit blijft. Ik heb echt zo'n highlighterverslaving. Dus ik heb hier ook drie highlighters die ik combineer samen. Dus dit hou ik ook dan in mijn everyday bakje. Hier heb ik ook nog een matte poeder. Dus die ga ik nog inhouden. Deze hou ik in die. Oh ja, en mijn blush natuurlijk. Deze doe ik wel even op een andere plek. Ook omdat ik deze ook al hier heb. Maar deze is wel bijna op. Maar totdat deze op is, ga ik deze nog even ergens anders bewaren. Deze ga ik ook allemaal op een andere plek doen. Behalve mijn lipsticks, denk ik. Of ik doe één lipstick. Ja, ik doe één lipstick bij mijn Everyday Stash. En dat is Honey Love. En de andere twee doe ik bij mijn lipstickblok. En dan deze twee oogschaduwingen en een lippotlood doe ik ook ergens anders. Dit zijn allemaal lipglossjes. En dit draag ik denk toch wel het minst. Ik heb allemaal een paar die ik weg ga doen. Bijvoorbeeld deze hou ik wel. En deze ook. Die ook. Deze ook. En die. En voor de rest weet ik het nog even niet. Dus deze ga ik allemaal even hier leggen. En dan heb ik er nog best wel veel over. Ik denk dat ik gewoon deze twee weg ga doen. Ook omdat ik deze wel super lang heb. En ik weet even niet hoe ze ruiken. Maar even kijken hoor. Nou, ze ruiken niet meer zo heel lekker. Dus ik denk dat ik ze gewoon weg ga doen. Dus deze ga ik weg doen. Gewoon echt weg. Dus niet aan iemand geven of zo. Vind ik niet zo hygiënisch. Dus die gaan echt weg. Ik denk dat ik deze ook weg ga doen. Ook omdat deze lekte. Toen ik hem net eruit haalde, misschien zie je het hier ook wel. Toen was hij helemaal lek. Dus deze ga ik ook weg doen. Even kijken hoor. Ik heb hier nog twee kleurtjes. Even ruiken. Die ruiken nog goed. En ik vind ze ook op zich wel heel erg leuk. Dus ik denk dat ik deze wel hou. En heb ik er nog twee. Even kijken hoe dit ruikt. Ja, dit is nog prima. Dus ik denk dat ik het gewoon wel hou. En deze. Even kijken hoor. Hij is wel mooi. Ik denk dat ik deze ook wel hou. Dit is trouwens van de Action. Maar het is wel echt een mooie kleur. Dus ik denk dat ik deze wel hou. En dit zijn al mijn lipsticks en zo. Even kijken, ik zie gelijk wat ik al weg ga doen. Dat zijn deze twee. Deze gebruikte ik vroeger wel eens, maar nu echt niet meer. Dus deze ga ik sowieso weg doen en hier zit echt geen pigment meer op. Dus die ga ik sowieso weg doen. Ik ga ook deze weg doen. Deze draag ik ook nooit en ik weet ook niet waarom ik hem heb gekocht. Maar ik ga deze ook sowieso weg doen. Even kijken hoor, deze ook. Geen idee waarom ik deze heb gekocht. Even kijken hoor. Deze ga ik wel houden. Is echt een super mooie kleur. Kijk. Ik vind hem echt super mooi. En ik draag hem niet heel vaak, maar wel leuk voor de zomer. Ik heb ook nog deze. Ook wel een mooie kleur. Nou, mijn rood die hou ik wel. Even kijken hoor. Of ik deze ga houden. Oeh, die is wel echt fel. Die bovenste. Draag ik dat? Ja.
Ik wil nog deze. Nou, die ga ik wegdoen. Dus hou ik dit. Deze hou ik aan. En dan doe ik dit weg. Hop. Ja, dit doe ik weg. Dit zijn allemaal blusjes en zo. Ik heb er niet zo heel veel, maar ik het eigenlijk nooit draag. Ik weet wel een paar dingen die ik wel hou. En dat is namelijk deze. Als ik hem open krijg. Ja. Kijk hoe mooi. Oh. Deze ga ik sowieso wel houden. Deze ook. Echt zo'n mooie highlighter. En deze wil ik sowieso. Maar dan heb ik nu nog een paar blusjes. Kijk, hier zit trouwens nog ook een spiegeltje in en zo. Het is wel mooi. Even kijken of die niet in zo'n palet zit. Lijkt hij niet een beetje op deze? Deze is wel echt mooi. Ik ga deze sowieso houden. Nee, ik ga deze weg doen. Deze. Oeh, veel te roze. En een laatste. Kijken. Oh, ook niet echt mijn kleur. Nou, deze drie doe ik dus weg. En dan hou ik dit. Dit is echt een verzamel iets van alles. En ik ga even kijken wat ik ga bewaren. Deze ga ik sowieso wegdoen. Dit is gewoon echt uitgedroogd. Die ja, ga ik wegdoen. Ik geloof dat... Ja, deze is ook bijna uitgedroogd. En ik heb alweer een nieuwe. Ja, ik heb allemaal soorten. Allemaal uitgedroogd. En ik heb weer een nieuwe, dus dat is niet zo heel erg. Kijk hoor, deze doe ik ook weg. Ik heb alweer een nieuwe concealer. En deze vond ik echt helemaal niet fijn. Ik heb een roze mascara. Nou, ik draag dus echt nooit meer roze mascara. Dus die ga ik sowieso wegdoen. Ik ga ook niet iets met carnaval roze mascara aandoen. Dus nee. Deze doe ik ook weg. Dus een eyeliner, echt niet fijn. Even kijken hoor, ik heb hier twee eyeliner potjes. Die bewaar ik wel. Deze bewaar ik ook, die heb ik ook net nieuw. Ik weet niet of ik hem echt fijn vind, maar ik ga hem nog even testen. Deze van MAC hou ik ook. En mijn oogschaduwbasis ook. Hier nog drie potloodjes. En ik weet nou steeds niet of ik ze nou bewaar of dat ik ze weg doe. Ik weet het nog niet. Ik ga even zo kijken en anders doe ik ze straks weg. De lade ziet er nu zo uit. Dit is mijn everyday stash. Hier heb ik lipglossjes en zo. Daar zitten lipsticks. Hier zitten bronzers, highlighters en blushes. En daar zitten allemaal mascara spullen. Dus ik denk dat dit wel goed opgeruimd is. En nu gaan we door naar de tweede lade. Dit is de tweede lade. Dit is echt geen opgeruimde lade. Maar ik ga hem wel even goed uitzoeken en een beetje organiseren. En ja, dat ga ik nu even doen. Dit zijn al mijn oogschaduwpaletten. En je ziet best wel veel. Ik ga er wel gewoon goed doorheen kijken. En ik denk dat ik er wel de meeste van hou. Ook omdat het verschillende kleurtjes zijn die ik heb. Maar ik ga wel even goed kijken. Even kijken hoor. We beginnen met mijn mustard palet. Die heb ik nieuw. En oh, je ziet het niet. Die heb ik nieuw. En hier ga ik nog een make-up look mee maken. Dus deze ga ik sowieso houden. Echt super fijne kleuren. Dan hou ik ook dit paletje. Deze heb ik echt al super lang. Ze hebben nu ook weer een nieuwe versie. Dus zo eentje. Maar deze werkt gewoon echt prima nog. En het is gewoon mooie kleurtjes. Net zoals deze. Dit oogschaduwtje ga ik ook houden. Het is echt een super mooie kleur. En het werkt ook super fijn. Ik zal hem even zo goed houden. Echt super fijn. Deze losse poeder ga ik ook houden. Deze heb ik ook net nieuw. En het werkt gewoon prima. Ik moet nog wel een beetje goed kijken hoe ik moet baken. Maar het is wel echt super fijn. En ik heb hier ook nog twee oogschaduwpaletten die ik gewoon niet kan missen. Dus deze twee. Deze van Maybelline en deze van Mua. Deze werken ook gewoon goed. En er zit deze heel veel glittertjes in. En daar heb ik niet zo heel veel van. Kijk. Super mooi. En deze ook gewoon heel erg goed. En werkt prima. Goede kwaliteit en zo. Dus ja, deze ook super fijn. Ik ga dit kleine oogschaduwdoosje wegdoen. Ik gebruik het echt nooit. En ik weet ook niet wanneer ik het zou kunnen gebruiken. Schrik niet, maar dit palet heb ik zelf samengesteld. Het is echt een super fijne highlighter. Het is geen highlighter, maar het werkt goed als een highlighter. En deze twee kleuren zijn best wel bijzonder. Dus ik denk dat ik deze gewoon hou. Ook omdat deze kleur echt gewoon fantastisch is. Ik heb hier weer zo'n palet die echt heel erg knallend is. Maar weet je, het is leuk om te experimenteren met make-up. Dus deze hou ik ook. Ik gebruik geen mono oogschaduw. Dus deze ga ik wegdoen. Deze pigment was ook niet heel erg goed. Dus deze ga ik sowieso wegdoen. En ja, ik hou ook niet echt van mono oogschaduws. Dit geeft wel echt een super mooie glans. Even kijken. Maar ik heb wel betere. Dus ik denk dat ik gewoon deze weg ga doen.
Ook omdat ik bijvoorbeeld, kijk, ik zal even laten zien. Ook omdat ik deze heb en ook gewoon uit zulke paletjes zitten ook super mooie kleurtjes in. Dus ik denk dat ik deze gewoon weg ga doen. Ja, ik denk dat ik dat gewoon ga doen, want deze zit er gewoon super lang al. En ja, de pigment is wel prima, maar ik denk dat ik deze gewoon weg doe. Ik vind ze eigenlijk helemaal geen goede pigment geven. Dus ik denk dat ik gewoon deze ga weggeven aan een vriendin van mij. En ja, dus deze ga ik gewoon weggeven. En ik hoef hem eigenlijk niet meer. Want de kleurtjes, voor mij zijn ze niet meer echt goed gepigmenteerd. En ik heb wel betere oogschaduws. Dan deze twee laatste oogschaduws. En ik hou wel de grey. Want ja, ik heb geen zulke oogschaduws. En ik wil graag van een keertje dat wil ik gaan doen. Dus deze hou ik wel. En ik denk, ik ga even kijken hoe welke kleurtjes hier uitkomen. Oh, die is wel echt goed. Ja, deze hou ik ook, want dit zijn echt goede kleuren en ook veel basic kleuren. Dus je kan bijvoorbeeld onder je make-up doen en het werkt prima. Dus deze paletten hou ik best wel veel, maar ik kan wel goed experimenteren met dingen. En alles is niet allemaal hetzelfde, dus dat is zeker goed. En dit is alles wat ik wegdoe. Het meeste is gewoon over de datum of gebruik ik niet meer. Dus ik ga een paar dingen weggeven aan mijn vriendinnen en anders gooi ik het gewoon echt weg. Dus dit is alles wat ik wegdoe. Echt super fijn. Er zitten trouwens ook nog een paar verpakkingen tussen. Maar het werkt allemaal wel prima. Maar ik ben er toch niet helemaal over te spreken. Dus daarom doe ik deze weg. En ik ga nu even laten zien hoe mijn make-up kast eruit ziet. Dit is nu mijn bovenste la geworden. Daar zitten dus mijn everyday dingen in. Lipsticks en lipgloss zitten hier en daar. En daar zitten blushes, sponsors en highlights. En daar zitten allemaal mascara's en dat soort dingen. Dat ziet er nu best wel georganiseerd uit. Het is natuurlijk wel dat het nog steeds een beetje vol zit. Maar het zijn wel echt producten die ik vaak gebruik. Dan de volgende lade. Hier zitten alleen maar oogschaduws. En daaronder zitten ook nog oogschaduwpalettes. En daar zitten ook nog oogschaduwdingen. Hier zitten wat handcremes en scrubs. En gewoon van die tools voor je make-up. Daar zitten alleen maar nog producten die ik misschien nog kan gebruiken. Bijvoorbeeld een concealer die ik nog niet helemaal op heb gemaakt. Een wenkbrauwgel, setting spray, primers, foundations. Die ik eigenlijk bijna nooit gebruik, maar ik heb het in ieder geval wel. En hier zitten alleen maar spiegeltjes in. En een puntenslijpertje en van die, ja, dekseltjes voor dan die My Must Have palet. Voor als ik hem bijvoorbeeld een keertje één kleurtje wil meenemen. Dus dit zijn alles wat er nu in mijn make-up lade zit. Dit is dan weer het einde van de video. Ik hoop dat je het super leuk voor je het gevonden. En ja, dit is dus alles wat ik heb gehouden. Ik heb natuurlijk producten weggedaan omdat ze bijvoorbeeld oud waren of gewoon echt niet meer gebruikte. Dus daarom heb ik dat gekozen. En als je meer van mijn make-up sessie wilt zien, kan dat zeker in mijn serietje. Die heb ik namelijk soort van gemaakt met alles wat ik gewoon goed liet zien van wat ik allemaal had. Maar misschien komt er nog wel een andere video met gewoon dat je één keer mijn make-up sessie wilt zien. Dus als je dat wilt, laat het zeker even hierachter in de reacties. Dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik tot de volgende keer weer. Doei!